Het belang is dat twee deskundige partijen samenwerken om op hoog niveau te kunnen voorzien in de behoefte aan analyse en advies op dit brede terrein. Heel breed, dat zich uitstrekt van veiligheid aan de ene kant tot en met welvaart en welzijn aan de andere kant. Eigenlijk een vrij complete agenda van Nederland in de toekomst. In het rapport staat er is onvoldoende gevoel voor het sense of urgency. Woorden in daden, wetenschap in werkelijkheid. Ik denk dat de allergrootste uitdaging waar Nederland voor staat, de onzekerheid is die, denk ik, de komende decennia de wereld gaat domineren. En die uitzicht in onzekerheid over een aantal belangrijke trends. Hoe gaat het politiek in de wereld? Met andere woorden, wat gaan we doen aan de opkomst van China? Hoe moeten we daarop reageren? Klimaatverandering is een hele belangrijke. Grondstoffenschaarste zal steeds prominenter op de agenda komen te staan. Kijken en zien wat er voorbij de horizon niet lijkt te zijn. Dat is iets wat wij Nederlanders door de eeuwen heen erg goed in zijn geweest. TNO en HCSS vinden het belangrijk dat dat zo blijft. China, centraal. Australië wordt steeds belangrijker, dat gebeurt nu al. De Verenigde Staten blijven een belangrijke speler. En Europa, ja, dat marginaliseert. Dat wordt het verre westen. En dat is geen plan. Dat dreigt nu al te gebeuren. Wat heel nadrukkelijk een rode draad in het programma Strategy in Change is, is het versterken van ons anticipatievermogen. Herkennen van de trends. Herkennen van de belangrijke trends. Herkennen van de onzekerheid in de trends. En vooral ook in de verwevenheid. Wat zijn de sterktes die ook voor de komende jaren voor ons houdbaar zijn? Waar liggen de nieuwe kansen? Dat zijn aantekeningen die ik heb gemaakt tijdens de inleidingen daarnet. En eigenlijk zegt dit al heel veel. Wat er op ons afkomt qua internationale en nationale veiligheidsvraagstukken. En daar vervolgens ook, na die analyse, van keuzes in te maken en te zeggen, daar ga ik dus niet wachten tot het me overkomt en dan reageren, maar nadenken hoe je de criminelen in dit geval gaat, maar ook bijvoorbeeld zoiets als het vluchtelingenvraagstuk, hoe je dat een stap voor kunt zijn, zodat je kunt anticiperen op de problemen die gaan ontstaan, om ze waar mogelijk te voorkomen. En als je ze niet kunt voorkomen, daar zo adequaat mogelijk op te reageren. Investeren in onderwijs en innovatie, veel genoemd, kan het alleen maar uitgebreid omschrijven. En het perspectief van de heer Darkan is hier natuurlijk geen ver weg die stap. Dit gaat niet over in de toekomst komt China op, dit gaat over nu. Dit gaat niet over we lopen langzaam maar zeker achterop. Onze arbeidsproductiviteit is heel hoog, maar hij daalt al, of hij stijgt al jaren buitengewoon beperkt. Dus elke dag dat wij hier met elkaar over praten, lopen wij ook licht achterstand op. Ik denk dat het enorm wel getimed is om op dit moment wetenschappelijke denkkracht en strategische denkkracht samen te voegen en de samenleving een grote wake-up call te geven. Er is een grote urgentie voor de problemen die hier worden aangekaart. Er is het juiste momentum vlak voor de verkiezingen. Maar ook doordat er van links tot rechts, conservatief, progressief in de hele samenleving een herkenningsmoment lijkt te zijn dat we nu met klimaatcrisis, voedselcrisis, economische crisis echt het een en ander moeten hervormen. De analyses liggen klaar. Je zou zeggen, ga aan de gang, stroop je mouwen op. Allereerst wat ik heel belangrijk vind is optimisme. Want als we die kaart zagen en die landen die daaromheen liggen en je loopt uit de straat, dan zie je dat iedereen daar een ondernemer is. Of het nou met een pakje aanzichtkaart is, of het al een startende onderneming is, men is daar optimistisch. En ik vind dat het ook van belang is dat wij dat ook vasthouden. Ook als Nederland gebeurt er heel veel. We hebben nu wel een crisis. Het aantal ZZP'ers neemt toe, dus er zijn wel een aantal mensen die zeggen, jongens, ik ga wel de handen uit de mouwen steken. Het kan niet beter getimed komen, want ik denk dat voor het eerst toch in een aantal verkiezingen hebben die weer helemaal gedomineerd worden door de vraag van welvaart, van hoe verdient Nederland zijn geld en hoe gaat het verder met de economie van Nederland. En misschien is dat ook wel het moment, zo aan het begin van een decennium, de jaren 10, dan is die vraag natuurlijk ook actueel van hoe gaan wij over 10 jaar dit decennium uit en hoe staan we er dan als Nederland voor? Seeing is believing, dus je moet eerst zien wat eruit gaat komen. Het zou natuurlijk ook belangrijk zijn als er een aantal hele concrete voorstellen gaan komen in het vervolg van dit algemene visierapport. Ik denk dat dan ook niet meer mogelijk is te vluchten in algemeenheden. We gaan dus op al die verschillende onderwerpen, al die systeemtrends gaan we onderzoek plegen. We gaan kijken hoe die verwevenheid is tussen die verschillende trends. Dat is nooit eerder gedaan. Nederland zal weer moeten proberen terug te keren tot de top 15 van de wereld. Eigenlijk weer uitgenodigd worden bij de G20 als een van de economieën die zo vooraanstaande zijn dat je ze niet over het hoofd kunt zien. De echte knopen worden doorgehakt, de echte beslissingen worden genomen in de komende maanden als een nieuwe coalitie aantreedt. Dus we moeten met elkaar
elkaar heel kritisch volgen wat er gebeurt en ook vanuit het nieuwe samenwerkingsverband de politiek blijven voorzien van verstandige en goede ideeën. Nou, wij zullen samen met HCSS proberen die foresight-studies te doen om te kijken welke ontwikkelingen er naar de toekomst toe zullen zijn. Om dan de visionairs van HCSS te verbinden met de deskundigen van TNO. En op die manier de samenhang der dingen, de samenhangende verbanden die vaak niet altijd zeg maar, in één geheel worden meegenomen, om die dan te belichten en van daaruit de ontwikkelingen naar de toekomst toe te kunnen inzetten. De Europese Unie is cruciaal hier, alleen je moet ergens beginnen. Wij hebben gezegd, wij beginnen nu in Nederland. Het mooie van Europa is dat we binnen dat Europa ons eigen profiel kunnen kiezen. Heel veel ruimte en vrijheid hebben om te zijn wie we willen zijn en interessant anders te zijn dan anderen. Ook daar moeten we de komende jaren maximaal gebruik van maken.